Kevin Bessoir, vandaag weer met Jong FC Groningen meegedaan tegen ACV. Ja. Als je de eerste helft bekeek, ik zag van de week een hele mooie foto van jou in de scoopmobiel. De eerste helft had je in de scoopmobiel af kunnen doen, hè? Eigenlijk langs de ene kant totaal niet, want ik was niet tevreden van mijn eigen eerste helft. Ik had een paar slordigheden in mijn spelervattingen en dat was niet hoe ik het zelf wilde. En dan moet je toch even een tandje bijsteken zelf in de tweede helft. En onverwacht eigenlijk was dat wel een beetje ook nodig, omdat hun toch wat meer druk gingen geven. En wij werden als team wat slordiger en in de teamtaak alles nakomen, dat was wat moeilijker. En dan voetbal je er zelf niet onderuit en kom je niet meer tot kansen. Kijk, dat je foutjes maakt, dat is helemaal niet erg, maar je moet wel de dominante team blijven. Hè, wat je in deze helft ook was, maar aan de kant op nog in 3 dagen tijd 2 wedstrijden. Voor de meeste jongens toch, dan is dat ook wat vermoeidheid. En het is absoluut nog een heel jong team ook. Ja. Maar ik heb heel veel goede dingen gezien, heel veel leuke dingen gezien. Ik zie heel veel enthousiasme, ik zie heel veel bereidwilligheid. Ja, maar dat vind ik een heel goede kwaliteit. Ja. Ja. En daaraan gekoppeld is er ook nog eens voetballend vermogen en jongens die met elkaar aan de slag gaan. Dus dan is dat voor mij als iets ouderen dan. Dan is dat wel leuk om met die gasten te mogen meedoen. En toch een goede overwinning vandaag al bij al. Maar er zijn wel aanknopingspunten om daarin stappen te maken. Want dat is toch ook de bedoeling van een jong FC Groningen. Absoluut. Dat er jongens toch gekneed worden om stappen te maken. En dan is dat wel, vind ik wel leuk om te zien. Had je verwacht dat jullie vooral de eerste helft zo dominant kunnen zijn tegen dit ACV? Een ploeg die eigenlijk in degradatiegevaar is. Verwacht je die klappende val op? Maar dat gebeurt dat totaal niet. Jullie hadden ze ook compleet in de maart. Ja, nee, dat sowieso. Maar dat wisten we op voorhand al een beetje. Oftewel zouden ze vol druk zetten, oftewel het zou behoudender zijn dat het een team is dat sowieso over degradatie strijdt en niet de open deurdag wil houden tegen ons. Het veld maakte dat nog eens heel moeilijk. Het was een heel moeilijk bespeelbaar veld met veel los zand bovenop en een heel hobbelig. Dus dan moet je er ook wat keuzes in maken in je voetbal, in je speelstijl. Maar langs de andere kant maken we denk ik echt een paar goede goals in de eerste helft. Ja. En dat is sowieso leuk voor die gasten zelf. Maar als je dan ziet hoe dat tot stand komt, dan is het helemaal prettig om te zien. Ja, in de tweede helft een klein beetje een ander beeld. Jullie bleven controle houden, maar toch, zij kwamen een ietsje meer. Hè? En dan in het laatst nog even die tegengoal. Ja, dat is niet leuk dan. Nee, alles behalve. En ik kan er wel iets heel leuks bij zeggen, maar dat kan er niet uitgezonden worden. Nee, dat is... We hadden geen goesting meer, dat ik in de gaten. Nee, jawel. Zeker en vast. Totaal niet. Maar dit is gewoon iets wat we in de rust ook hadden besproken. En de hele afslag op dat moment open. En het is gewoon zuur dat je eigenlijk in de laatste minuut een goal tegenkrijgt. En als keeper, ik heb net even met Bas Roren als keeperstrainer over gehad. Hij zegt niks zeggen. Ik weet wat het is. Ik weet hoe je... hoef er niks over te zeggen. Maar dit is het gewoon jammer. Het allerbelangrijkste is een goede weekend. 6 punten. En weer aansluiting bovenin. En eens kijken waar dat schip kan stranden met dit team. Want ik vind het wel een heel beloftevol team. Ja, maar een keeper die wil altijd de nul houden, hè? Ja, sowieso. Ja, zeker. Er is geen leeftijd op geplakt. Dat stukje fanatisme zal er nooit uitgaan. Maar het is gewoon jammer. Maar ik hoop dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen. In ieder geval, ik heb heel veel plezier in gehad. Want waar ik ook met voetbal houd, op een donderdag is tegen Groen-Geel, of in een volle Kuip, of hier ergens op een maandagmiddag, maakt me niet uit. Als ik me kan voetballen en mag voetballen, vind ik het leukste wat er is. Ja, maar je bent wat dat betreft ook heel veel gewend natuurlijk in je carrière. Ja, ik heb best wel wat wedstrijdjes gespeeld en op de bank gezeten. Dan kom ik wel op een aantal. Zoals het is geweten, ik kan nog een jaar erom vastpakken. Dat wordt mijn 20e seizoen als prof volgend seizoen. Dan gaan we met even veel plezier gaan we dat sowieso doen. Maar het allerbelangrijkste is dat we met Jong zo hoog mogelijk gaan eindigen. En sowieso dat we met het eerste elftal van FC Groningen ook nog zoveel mogelijk punten gaan pakken. Om dan gewoon een goede afsluiting met het seizoen. Want ook daar zijn we wel op de goede weg mee. Het is allemaal heel jong. Maar in de hele club zijn we wel met goede dingen bezig, vind ik. Als je verraast dat FC Groningen graag met je wilde verlengen? Er waren bepaalde opties in opgenomen. Dus dan wist ik dat ik daar een bepaalde quota heb gehaald en zo. Dat was wel belangrijk. Maar het vertrouwen, het idee, het plan, mijn rol, dat spreekt veel waardering van de club uit. En ik voel me echt een gewaardeerd onderdeel van deze club. En dat is super, dat vind ik heel fijn. Dan wens ik je nog heel veel succes bij FC Groningen. Dankjewel, man. Komt goed.